Ik ben hoofdrealisatie en ik heb te maken met 4 verschillende musea. Je ziet ze hier, het Tropenmuseum in Amsterdam, Museum Volkenkunde in Leiden, het Afrika Museum in Bergendal en het Wereldmuseum in Rotterdam. En die gaan sinds kort allemaal onder 1 en dezelfde naam door het leven, namelijk Wereldmuseum. En dat komt omdat ze allemaal 1 en dezelfde missie en visie hebben. Wij willen graag inspireren tot wereldburgerschap en zo willen we bijdragen aan een gelijkwaardige en rechtvaardige wereld. En we doen dat door empathie en kennis te vergroten voor cultuur en de leefwijze van andere gemeenschappen. En zo inspireren we dus tot dat wereldburgerschap. Een belangrijke factor daarin, een belangrijk middel om dat ook te doen, is onze collectie. En die is ongeveer 500.000 voorwerpen groot en bijna 1 miljoen foto's en documenten. En wij vieren graag Publiek Domeindag mee, omdat wij niet alleen maar oude spullen hebben verzameld, wat je soms denkt bij een volkenkundige verzameling, maar we hebben ook een lange traditie van verzamelen van hedendaags werk. En dit is een van die werken die dus sinds januari in het publieke domein valt. Het is gemaakt door de architect Baanders, die we kennen van het Tuindorp in Rotterdam. En hij heeft studie gemaakt van de batiktechniek om te kijken of die batik dan ook geschikt gemaakt kon worden voor de Art Nouveau beweging. En dat zijn 13 ontwerpen van hem zijn in het museum van het Haarlems koloniaal verleden zijn die terechtgekomen. En dus zo ook via allerlei lange collectieomzwervingen in het Tropenmuseum. Dit is zo'n ander voorbeeld, Chinese kunstenaar die heel veel paarden heeft geschilderd, ook sinds 1 januari in publiek domein. Dit is een tekening van Theodora Jacoba Sleeswijk van Bossen. En zij ging op expeditie naar Zuid-Afrika met haar oom en dat was Max Weber. En Max Weber was op dat moment directeur van het Zoologisch Museum in Artis. Dus vandaar ook die fascinatie. En de laatste voorbeeld wat ik jullie wilde tonen is een stereofoto van meneer Vingerhoets. En deze foto laat het dagelijks leven zien in Batavia, wat we nu Jakarta noemen, in Indonesië in de koloniale periode. Allemaal werken die dus op de een of andere manier ook te maken hebben met het koloniaal verleden van Nederland. En dat was een vrij uitgestrekt verleden, want je ziet hier in rood aangegeven waar Nederland allemaal kolonies had, of handelsposten of andere koloniale betrekkingen. En dan zie je dat het weliswaar op deze kaart vrij kleine stipjes zijn, maar ze toch uiteindelijk wel echt een groot oppervlak van de wereld hebben bestreken en ook in alle regio's. En dat koloniale erfgoed, daartoe verhouden we ons vandaag de dag anders dan dat we dat 10 jaar geleden deden. En je ziet hier een foto van de overhandiging van het rapport over koloniale kennis. Sorry, koloniale collecties. En de ondertitel van dat rapport is Erkenning van onrecht. En dat is belangrijk om te onthouden. Naar aanleiding van dit rapport is er beleid geformuleerd. En dat beleid is in 2021 aangenomen. En daarin staan een aantal dingen. Dat restitutiebeleid in Nederland is altijd van staat tot staat. Het gaat over onvrijwillig bezitsverlies. We zijn ook bereid om objecten terug te geven als deze objecten een speciale culturele, historische of religieuze waarde hebben over het land van herkomst. Zo kan de troon van een koning van een gemeenschap in Indonesië voor die gemeenschap extreem belangrijk zijn, terwijl wij hem misschien hebben ingeschreven als een stoel, om maar een voorbeeld te geven. En we respecteren ook dat die koloniën, dat was vooral een Europees project. Dus er waren ook andere landen die koloniën hadden, die objecten verzamelden en uiteindelijk ook in Nederlandse collecties terecht zijn gekomen. Want deze objecten zijn vaak door heel Europa verspreid geraakt. En daar is een bekend voorbeeld de Benin-collectie van, waar vrijwel elk Europees land mee te kampen heeft op dit moment. Uitgesloten worden op dit moment de menselijke resten en de archieven. Daar is namelijk andere wetgeving van toepassing. Het is niet zo dat we niet bereid zijn om dat terug te geven, maar er geldt een ander juridisch kader. Dus dat komt in de nabije toekomst nog. En ik hoor u inmiddels denken, daar bij het Wereldmuseum gaat het zo langzamerhand alleen nog maar over koloniaal erfgoed en restitutie. En we waren hier vandaag toch om het te hebben over auteursrecht en publiek domeindag. Dat klopt. Maar ik wilde toch even wat geduld vragen, want ik ga die twee echt in dit praatje bij elkaar brengen. Vorig jaar is de eerste restitutiebesluit is genomen. U ziet hier de Staatscourant. Dat was de eerste van waarschijnlijk een lange rij. En dat ging om Sri Lanka en Indonesië.
En de staatscourant en die teruggave, dat heeft natuurlijk ook alles te maken met ons rechtssysteem. En om die twee zaken bij elkaar te brengen, moet ik jullie toch eventjes meenemen om wat dieper te gaan duiken in dat rechtssysteem. Wetten worden namelijk gemaakt door de wetgevende macht. En ik heb hier een plaatje ingevoegd van een schilderij uit de collectie van het Bonnefante Museum met de titel Tweevoudige Gerechtigheid. Want er zijn natuurlijk twee bronnen die de wetgevende macht zijn geweest in het verleden. Namelijk de kerk aan de ene kant en de staat aan de andere kant. En de staat was in Europa heel vaak een koning. Dus daar ligt ook de geschiedenis van ons Nederlandse recht. Het is vaak kerkelijk recht of zelfs Romaans recht, waar je wetten naartoe kan terug laten sporen. Ik zei het al eventjes, Nederland was niet de enige koloniale macht in die periode. Je ziet op deze kaart waar Europeanen allemaal de macht hadden in dat koloniale tijdperk. En je ziet dat in groen. In paars zie je Europa zelf. In geel zie je geen macht, maar wel invloed. En alleen die hele paar kleine oranje stipjes op deze kaart zijn gebieden die nooit gekoloniseerd zijn door een Europese mogendheid. Dat is dus vrijwel de hele wereld. En op het moment dat deze koloniën zelfstandigheid verkregen, hadden zij dus een rechtssysteem nodig. En het rechtssysteem dat van toepassing was in die koloniën tot dat moment, was het Europese rechtssysteem. Of in ieder geval het rechtssysteem van de kolonisator, wat dus al die banden had met dat kerkelijke en koninklijke verleden van Europa. Dus je kunt je voorstellen dat bij het maken van wetten in deze nieuwe, jonge naties er ook heel goed werd gekeken naar dat Europese rechtssysteem. En je ziet dus ook dat heel veel wetten geïnspireerd zijn door die Europese wetten. Maar wetten zijn onderhevig aan veranderingen. Dat weten we ook allemaal. En je ziet hier een tekening met de daarin tot slaafgemaakte. Dat was in de tijd was dat gewoon wettelijk. Dat was dus rechtvaardig. Daar denken we inmiddels anders over en het is inmiddels ook verboden. En zoals wetten aan verandering onderhevig zijn en veranderen onder invloed van wat daar in de maatschappij gebeurt, zo weerspiegelen juridische concepten ook onze samenleving. Want die wetten zijn er nu eenmaal om onze samenleving te organiseren. Dus in dat Europese recht zie je dat er heel veel aandacht is voor de rechten van het individu. Want dat individu werd extreem belangrijk gevonden in het Europa van die tijd. In heel veel herkomstlanden speelt dat individu een veel kleinere rol, want daar gaat het veel meer over de gemeenschap. Dus als je dan kijkt naar het Europese rechtssysteem en je vindt de gemeenschap heel belangrijk, hoe ga je dat dan bij elkaar brengen? En dat geldt bijvoorbeeld voor alle wetten die te maken hebben met eigendom of bezit. Want eigendom en bezit wordt toegekend aan een individu. Maar wat gebeurt er als je dat recht toekent aan een gemeenschap? En intellectuele rechten zijn ook daar een voorbeeld van. Want ze zijn er om de rechten van het individu te beschermen in heel veel gevallen. En niet zozeer de rechten van de gemeenschap. Dus hoe ga je intellectuele rechten organiseren als een gemeenschap een lange traditie heeft van het voortbrengen van bepaalde patronen bijvoorbeeld. En die patronen graag beschermd zou willen zien. Je ziet hier Emmanuel Macron. En dan ga ik toch weer eventjes van mijn speakbrief gebruik maken om te zorgen dat ik mijn feitjes op orde heb. Het is Emmanuel Macron die in Ouagadougou in Burkina Faso een speech hield waarin hij zei: "In the next 5 years, I want the conditions to be created for the temporary or permanent restitution of African patrimony to Africa." En deze speech is extreem belangrijk geweest voor het debat over restitutie van koloniaal erfgoed in Europa. Tegelijkertijd is het ook zo dat er nog altijd nauwelijks objecten zijn teruggegeven aan Frankrijk. Laat ik dat er ook bij zeggen. Bij thuiskomst ging Emmanuel Macron een uitnodiging doen aan Menissar en Savoy. En dit duo werd gevraagd om een rapport te maken over hoe hij deze ambitie kon omvormen tot beleid. En deze twee mensen stelden dat al het erfgoed dat in aanmerking komt voor restitutie zou moeten worden gedigitaliseerd. Dat was eigenlijk de eerste stap om te zorgen dat die restitutie mogelijk maakt. Want als dat eenmaal was gedigitaliseerd, dan kon het ook beschikbaar worden gesteld.
En dat lijkt eigenlijk heel erg op iets waar we op dit moment ook in Nederland mee bezig zijn. Want sinds de invoering van het beleid is er een consortium ingericht van deze partners, waar dus het Wereldmuseum ook partner in is. Dat is een knooppunt voor alles wat met koloniale collecties in Nederland te maken heeft. Je ziet in kleine letters daaronder de website. Die is sinds kort live. Die wordt nog verder uitgebouwd in het komende jaar. Maar in die website zit een digitale datahub. En in die datahub is de bedoeling dat al het erfgoed, het koloniale erfgoed, of het erfgoed uit koloniale context, zoals we dat dan noemen, bij elkaar wordt gebracht en doorzoekbaar wordt gemaakt voor wetenschappers in Nederland, maar vooral ook voor wetenschappers in het buitenland. En dat lijkt toch eigenlijk wel heel erg op die ambitie van Macron. Alleen hebben we het in Nederland wel een beetje anders aangepakt. Want bij ons zit de focus op de metadata en niet zozeer op de afbeeldingen. En gaandeweg zul je begrijpen waarom dat is. Daarnet werd al even iets geroepen over hoeveel jaar heb je nu bescherming nodig, hè, van dat auteursrecht. Nou, je ziet op deze kaart, zie je dat in kaart gebracht hoe die wetgeving is ingericht in de diverse landen in de wereld. En die zijn gekleurd naar de periode waarin de bescherming op het auteursrecht van toepassing is. En je ziet, als je toch een beetje door die wimpers kijkt, die scheidslijnen van dat koloniale verleden ook in deze kaart weer terug. Dat is een belangrijke om je te realiseren. Ja, en toen was daar de tentoonstelling Rooskund in het Mauritshuis, waar juist ook enorm werd ingezet op die digitale representatie. En waar het kanon van Candy, dat in december teruggereisd is naar Sri Lanka en daar in het museum is beland, 3D werd gescand. En die 3D-representatie werd overhandigd als cadeautje aan Sri Lanka, maar is ook nog altijd te zien in het Mauritshuis. Wat levert dat voor spanningsveld op? Wat gaan we doen met die digitale kopie? En wie heeft daar dan de rechten op? En dat is precies de kritiek die vervolgens ook werd geuit naar aanleiding van dat SARS-CoV-2-rapport. Dr. Andrea Waller en Mathilde Pevis hebben een rapport gemaakt waarin ze al die kritiek op een rijtje hebben gezet. En eigenlijk hebben zij 4 verschillende punten. Zij stellen dat als de gedachtegoed van SARS-CoV-2 wordt uitgevoerd, dat er een situatie ontstaat waarin Frankrijk nog altijd blijft beschikken over deze digitale kopieën. In Frankrijk, constateren zij, is er nauwelijks beleid voor open access policies. Deze eis van open access wordt aan geen enkele museale collectie gesteld. Dus die zou dan alleen maar van toepassing zijn op koloniaal erfgoed, waarvan Frankrijk vermoedt dat het zou moeten worden gerestitueerd. De nieuwe eigenaar, dus het land van herkomst die het object terugkrijgt, wordt het recht ontzegd om zelf beleid te ontwikkelen over open access. En zelf beleid te ontwikkelen over wat zij willen laten zien in het publieke domein en wat ze niet zouden willen laten zien. En vanuit onze gedachtegoed is het heel vanzelfsprekend om het in het publieke domein te willen tonen. Maar ik ga je straks laten zien welke bezwaren daartegen zouden kunnen zijn. In onze huidige samenleving is de digitale representatie van het erfgoed bijna net zo belangrijk als het origineel. Want ik hoef met jullie niet de discussie te voeren wat de fascinatie is van het origineel. Maar wij wonen in Nederland en we hoeven maximaal 200 kilometer te reizen om het te komen bekijken. In de landen die ik jullie net toonde, die zijn soms zo groot en de drempel is soms zo hoog om naar een museum te komen, dat die digitale representatie opeens ontzettend belangrijk kan worden. En let wel, het zijn landen die jarenlang het recht om deze objecten te bekijken en te exploiteren is ontzegd. Dus het gaat ook over gelijkwaardigheid. En Waller en Pevis stellen dus dat in geval van decolonisatie, als een land aan decolonisatie wil gaan doen, je dus ook moet nadenken over wat je met die digitale representatie gaat doen. En daar komen ook morele rechten bij kijken. Daar hadden we het net ook al eventjes over. Morele rechten kunnen divers zijn. Ze zijn in Frankrijk ook voor eeuwig. Dus dat auteursrecht vervalt. Maar die morele rechten blijven verbonden aan de maker tot in de eeuwigheid. En dat is in de discussie SARS-CoV-2 is dat een hele belangrijke notie. En als we nou eventjes naar die morele kant van dat recht gaan kijken, dan heeft dat natuurlijk te maken met ethiek. Dan heeft dat gewoon te maken met wat jij en ik rechtvaardig noemen. En dat heeft natuurlijk alles te maken met dat onrecht wat we eerder al noemden. Een reden
om beeldenissen uit het publieke domein te houden, is bijvoorbeeld wat we aniconisme noemen. Aniconisme gaat over het niet willen tonen van afbeeldingen van personen. In de islam zijn er stromingen die de profeet bijvoorbeeld niet laten zien. En die traditie van geen personen willen afbeelden leidt soms tot prachtige kunstwerken. Zoals deze moskee in Iran, waar eigenlijk alleen maar geometrische patronen zijn toegepast. Dat morele besef, dat komt voor mij ook heel sterk tot uiting in dit voorbeeld. Dit is een vertegenwoordiger van het Koninkrijk van Benin, die in Duitsland bezig is met het voorbereiden van objecten die geroofd zijn in Benin en die Duitsland wil gaan teruggeven. En daar vallen een aantal dingen op. Zij zegt, it feels like putting numbers on people and putting them in jail. Daar zit onrecht in. Daar zit een verschil van inzicht in wat heel relevant is. En aan het einde zegt ze, it is like taking off marks that have no meaning in the culture because we don't put numbers on our ancestors. Zij ziet deze voorwerpen niet als object, maar als haar voorouder. En dat is een heel belangrijk verschil als je dat afzet tegen hoe wij met objecten omgaan. Dat verdient een ander soort respect en dat verdient ook een andere morele afweging. Het is daarom ook dat wij in de Data Hub niet alleen sterk uitgaan van de FAIR principles, maar dat we ook de CARE principles meewegen. Dus het collectief belang of het collectieve nut van wat we aan het doen zijn. De authority of control, dus wie heeft het recht om beslissingen te nemen, wie heeft controle, wie heeft de macht. Responsibility, de verantwoordelijkheid om daar op een goede manier mee om te gaan. En die E van ethics, die weegt daarin ook heel zwaar. En dat is dus niet de zwart-wit wereld van recht. De meeste juristen zullen zeggen dat die ook niet zo zwart-wit is. Maar dat is een veel troebeler gebied, zou ik willen zeggen. Maar gelukkig zijn er ook organisaties die zich juist op dit snijvlak bezighouden. En een voorbeeld daarvan is Local Context, zit in Amerika. Daar hebben ze natuurlijk heel veel met herkomstgemeenschappen te maken. En zij hebben voor Open Access een systeem ontwikkeld waarin je juist die morele kaders kenbaar kan maken. En zij doen dat met een systeem wat ze de TK-labels hebben genoemd. En je kunt die labels dus koppelen aan die objecten en daarin aangeven waarom iets eigenlijk niet getoond zou moeten worden. En dan kun je als instelling nog zeggen, ik maak het wel beschikbaar, ik geef de waarschuwing en mensen kunnen dan zelf de morele afweging maken wat ze daarmee doen. En het kan dus zijn dat je in een bepaald seizoen iets niet toegankelijk zou mogen maken of alleen aan mensen die een bepaalde kennis bezitten. Maar soms gaat het ook langs lijnen van gender. En dit is een voorbeeld van zo'n toepassing waar iets in wordt gezegd over het toegankelijk maken en ook de manier waarop de gemeenschap zelf daar graag mee zou willen omgaan. Dit is een foto van het feestelijke moment waarop het Wereldmuseum objecten overdroeg aan Indonesië. En op dat moment stond alles in het teken van het fysieke object. Maar ik zou ervoor willen pleiten om jezelf altijd de vraag te blijven stellen, wat is het nu eigenlijk wat je overdraagt? Zijn dat alleen de objecten? En wat doen we met die digitale representatie? In het geval van Indonesië hebben we de vraag aan Indonesië zelf voorgelegd en ook aan Sri Lanka. En dan is het antwoord dat het verleden van het object in Nederland wezenlijk onderdeel is geweest van de geschiedenis van het object. En uit respect voor die geschiedenis willen ze heel graag dat wij in Nederland deze objecten blijven tonen in onze databases. Maar vervolgens liggen alle rechten voor verdere exploitatie uiteraard gewoon bij Indonesië. Tot zover mijn bijdrage. Ik dank jullie wel voor je aandacht en ik zou zeggen veel plezier nog vandaag. Dankjewel, Cindy. Zeer interessant. Wel nog even een vraagje. Ja. De focus lag op de metadata, zei je. Ja. En er kwam al even langs dat de perceptie heel anders kan zijn van de museale medewerkers of de mensen waarbij het in de collectie ligt of de communities waar het vandaan komt. Ja. Vaak kloppen die omschrijvingen ook niet. Dan staat er, dit is een vaas. En dan zeggen mensen, maar daar stopten wij geen bloemen in. Dat was iets heel anders. Hoe heb je daar nog iets op aan te vullen? Nou ja, kijk, daar zijn wij ons ontzettend van bewust. En daar zijn we ons ook al heel lang van bewust. En wij hebben conservatoren in dienst die ook vaak heel nauw hebben samengewerkt bij die gemeenschap.
Dus het zal in onze collectie zeker ook nog voorkomen. Maar wij proberen met de gemeenschappen zelf projecten op te zetten, waardoor we de informatie, de oorspronkelijke informatie ook kunnen gaan toevoegen. En ik moet eerlijk zeggen, soms is die informatie ook wel in het oude kaartsysteem beschikbaar, maar niet meer in het digitale systeem. Dus ja, daar is echt nog serieus werk te doen. En we laten daardoor ook wel de afbeeldingen zien, daar waar mogelijk. Omdat gemeenschappen zelf ook moeten beoordelen wat zij terug zouden willen vragen. Want in het voorbeeld van Frankrijk ging er vanuit dat Frankrijk kon bedenken wat er teruggevraagd zou moeten worden. Maar dat is natuurlijk niet het geval. We moeten transparant zijn over wat we hebben verzameld, hoe we het hebben verzameld. En dan kan pas die vraag beantwoorden wat er zou moeten worden teruggevraagd. Helder. Nu zijn we bij zeker die koloniale collecties van onbewust onbekwaam. Ja. Zijn we nu bewust onbekwaam geworden. Het zal nog een tijd duren voordat we bewust bekwaam zijn in het omgaan daarmee en de vraagstukken. Wat ik moeilijk vond om te peilen in je hele presentatie is hoe jij daar nou over denkt. Sta je er positief in, enthousiast in? Of denk je van het wordt echt nog heel erg taai de komende tijd? Volgens mij kunnen die dingen toch ook allebei tegelijk, of niet? Ja, het wordt heel taai, want je hebt gezien op de kaart hoeveel verschillende gebieden van de wereld te maken hebben met Nederland als kolonisator. Dus het is een enorme berg werk die we moeten doen. Het zijn ingewikkelde problemen, maar het zijn wel problemen die we graag als instelling met z'n allen zouden willen oplossen. En of we op het punt komen dat alles opgelost is, dat denk ik niet. In ieder geval niet in de komende 10 jaar. We hebben over het onderzoek naar de Tweede Wereldoorlog herkomst hebben we 20 jaar achter de rug. En dat ging om 6 jaar erfgoed verzamelen. We hebben het nu over eeuwen. Kijk, het teruggeven aan zich is een heel mooi moment. En ook dat gaat om veel meer dan alleen maar die objecten. Want dat onrecht in die titel, dat is echt het sleutelwoord. En daarom is het ook niet altijd zwart-wit en het recht, maar heel vaak ook het afwegen van belangen. Dankjewel. Nog een groot applaus, 1 keer voor Cindy.